heeft verloren van Colombia. Daarmee is Polen uitgeschakeld voor de volgende ronde op het WK. Colombia maakt nog wel kans om door te gaan. Het moet dan winnen van Senegal. Roger Federer heeft de finale bij het ATP-toernooi van Halle verloren. Hij werd verslagen door Borna Cilic, de nummer 34 van de wereld. Ook Novak Djokovic verloor de finale. Op Queens was Marin Cilic te sterk. Sjoreni Martina heeft goud gepakt bij het NK Atletiek. In Utrecht was hij de snelste op de 200 meter. Eerder won hij ook op de 100 meter. Carolijn Brouwers heeft de Volvo Ocean Race gewonnen. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die dat is gelukt. De laatste etappe van Göteborg naar Den Haag stoot haar team winnend af. Morgen speelt Uruguay tegen gastland Rusland. En zo te zien is het team van Luis Suarez de grote favoriet. Tot zover de sportupdate voor vanavond. Morgen zijn we er uiteraard weer. Tot dan!